vergelijkt het wel eens met een voetballer die de bal voor zijn voeten krijgt. Je gaat niet staan denken wat hij met die bal moet. Dus op het moment dat je streek op dat doek zet, moet je reageren. Hoe leger je in je kop bent, en hoe geconcentreerder, ja, je kijkt niet met, ja, met je ogen, maar geconcentreerd je één wordt met dat doek. Het is een soort kijken wat voorbij het daar voorbij gaat, dan ontstaat er op een gegeven moment iets en dan is het een, ja, heel vanzelf gaan proces. Je hebt, op het moment dat je bezig bent, zoals je nu net bezig zien, het zit niet in je hoofd? Niks, helemaal niks. Nee, ik ben van origine heel figuratief begonnen. Super realistisch zelfs. Altijd met tekeningen maken, vooraf bedenken, denken. En dat is, naarmate ik verder ben gekomen, steeds meer tot het punt gekomen dat ik eigenlijk helemaal leeg vanuit niks begin. En het laat gebeuren. Het is heel lastig inderdaad om je eigen werk te omschrijven. Wat is dat stuk gevoel? Hè? Het is dat stuk gevoel wat je neerzet in een... En ik verschil er vrij fysiek. Dat zie je terug in dat werk. Het is heel fysiek, het is heel energiek. Het is... het moet er gewoon op knallen. Eigenlijk is dat waar het om gaat. Dan heb jij drie werkplekken. Eentje, ja. In Nederland? Hier in Hemuiden, Nederland. En daar zit ik nu een jaar of 7. In Frankrijk en in Spanje. Waar zit je het liefst? Spanje. Want? Daar voel ik heel erg thuis. Maar waarom heb je die drie werkplekken? Omdat elke plek een andere sfeer in zich heeft, een ander klimaat, een andere omgeving, waardoor dat... Ieder op zich, je kan dus kiezen van welke sfeer, welke wil je werken, en dat heeft invloed op mijn werk. Ik merk wel dat ik de meest vrije werken in Spanje maak. Dat daar qua vrijheid in dat schilderen het meest gebeurt. Daar laat ik het helemaal los en daar ontstaat het heel snel. Ook daar heb ik een enorme hoge productie. Hier zie je ook dat ik heel veel meer bijvoorbeeld ook zoek naar nieuwe dingen. Ik ben met foto's bezig, ik ben met dat nieuwe werk bezig wat toch anders is als het voorgaande. Ja, dat nodigt hier weer uit. Kleur, wat ik straks al zei, kijk naar buiten en je ziet wat er gebeurt. Moet jij reizen? Ik kan me opsluiten in mijn atelier en dan kan ik maanden achtereen werken. En dat is ook een reis, zeg maar, je reist in je kop, dus het moeten, het schilderen neem ik overal mee. Ik bedoel, het gaat mij erom als ik maar kan schilderen. Wat drijf jij nou om maar te doen? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Het is een raar soort drang om altijd te moeten creëren of zo. Ik merk dat je kijkt continu, kijk ik om me heen. Je kijkt de hele dag en de hele dag komen die beelden in mijn kop. En dat moet er gewoon uit. Daar moet ik iets mee doen. Als ik dus niet kan schilderen, heb ik altijd een camera bij me. Ga ik fotograferen. Eigenlijk is het dus een continu
ja, moeten vertalen van wat er in je kop zit. En ja, dat houdt niet op. Ja, waar komt er vandaan? Thank you.